Misschien herken je wel het volgende. Je hebt iets gekocht, maar achteraf gezien had je het helemaal niet nodig. Het was een impulsaankoop. Je had er gewoon geld op kunnen besparen. Als dit het geval is, heb je misschien wel behoefte om je koopgedrag positief te veranderen. En uiteindelijk meer geld over te houden voor iets anders waar je wel echt je geld aan uit wil geven. Dus mocht je behoefte hebben aan een aantal tips, kijk dan vooral verder. Over het algemeen ben ik zelf best wel een kritische shopper. Ik denk er heel goed over na voordat ik een aankoop doe. Maar dit is niet altijd het geval, want ja, wij zijn allemaal mensen. En soms word je gewoon beïnvloed door de media, door je vrienden, familie, wat dan ook. We worden zo erg overprikkeld door de marketing. Vroeger had ik echt enorm veel impuls aankopen. Ik was heel snel te overtuigen, maar eigenlijk sinds dat ik marketing ben gaan studeren, ben ik er heel anders naar gaan kijken. En ik trap bijna niet meer in de marketing trucjes in. Of nou ja, weet je, het is totaal niet erg om positief beïnvloed te worden, zolang je er maar met een frisse blik naar kan kijken. Omdat we tegenwoordig zo erg overspoeld worden met allemaal advertenties, is de kans groot dat je direct na het zien van een advertentie een aankoop maakt. Hier komt al de eerste tip: neem niet te snel een beslissing. Neem de tijd voordat je een aankoop doet. Want hier ga je al heel snel de fout in. Want als je bij wijze van spreken iets ziet en je wilt het al gelijk en je koopt het, dan is de kans groter dat het een impulsaankoop is dan dat het echt een aankoop is die jou heel veel waarde brengt, die jou gelukkig maakt. Wat ik vaak doe als ik bij wijze van spreken vandaag iets leuks zie op het internet, dan slaap ik er nog een nachtje over. En als ik het de volgende dag nog wil, of de volgende week, of die maand daarop, dan betekent het dat ik het echt heel graag wil en dan ga ik het ook kopen. En dat is een beetje tricky, want sommige mensen hebben last van FOMO, de fear of missing out, en die willen het direct nu, want straks is het uitverkocht. Ja, dan is het maar uitverkocht, dan was het niet essentieel voor in je leven. En als je het zo graag wil, is het misschien wel een andere aanbieder die hetzelfde product of een soortgelijk product ook verkoopt. En wat ook werkt is door te werken met wishlist. Maak een lijst met dingen die je heel graag wilt kopen. En als dat niet op je wishlist staat, dan wil je het waarschijnlijk niet. Zorg ervoor dat het product wat je koopt echt waarde voor jou heeft en niet voor iemand anders. We zijn heel snel geneigd om indruk te maken op anderen. We kopen bepaalde spullen om bepaalde mensen aan te trekken. Ga eens goed bij jezelf na of je dat wel wil. Koop alleen spullen die jou gelukkig maken, die jij echt wilt hebben. En niet omdat Pietje het leuk vindt of zo, nee, omdat jij het leuk vindt. Om geld te besparen is het ook heel erg fijn om gebruik te maken van acties, maar laat je er niet door verleiden. Kortingscodes zijn altijd fijn. Ik deel ze ook heel vaak op mijn social media, maar ik wil eigenlijk alleen dat mensen mijn kortingscode gebruiken als ze denken van hey, ik had dit toevallig al nodig, ik wilde dit al toevallig kopen. Nu is er een kortingscode, dat is mooi meegenomen. Maar je moet niet iets gaan kopen omdat er een kortingscode is of omdat iets in de actie is. Wees ook echt bewust van je mindset. Ik ben een grote emotieshopper. Als ik verdrietig ben, is de kans veel groter dat ik impuls aankopen doe. Omdat ik dan denk van, oh, ik zie nu iets leuks en dat maakt me op dit moment gelukkig. Maar later, als ik weer happy ben, dan maak ik helemaal geen gebruik meer van het product wat ik op dat moment heb aangeschaft. Wat ik dan doe als ik echt de behoefte heb om even te shoppen, doe ik dat online. Ik ga dan niet meer fysiek naar de winkel. Ja, dat kan nu minder makkelijk. Maar dan ga ik alles in mijn winkelmandje doen, maar ik reken niet af. En stel, als ik nog steeds hetgene wil kopen wat ik tijdens mijn emoties in mijn winkelmandje heb gedaan, dan koop ik het misschien. Meld je af van alle nieuwsbrieven. Het is een hele interessante marketing tool, maar het is alleen maar vervelend, want je wordt alleen maar overprikkeld. Stel, je hebt merken waarvan je denkt, oké, hier wil ik wel echt nieuwsbrieven van ontvangen, want dit vind ik heel erg nuttig, of hier wil ik daadwerkelijk in de toekomst iets van kopen, dan hoef je je daar niet voor uit te schrijven. Want ik vind het bijvoorbeeld fijn om nieuwsbrieven te krijgen van Coolblue, want ik hou van alles wat ze daar verkopen en ik vind dat oprecht ook handig. Maar bij wijze van kledingwebshops, ja, je wordt alleen maar overprikkeld met acties. Ik heb me laatst uitgeschreven bij Douglas, omdat ik dacht van, oh nee, dan ga ik alleen maar make-up kopen. Merken willen eigenlijk alleen maar dat je meer en meer gaat kopen natuurlijk. En als je dan denkt van, hey, ik ga alleen naar jouw website wanneer ik er zelf behoefte aan heb, dan kan je daar natuurlijk ook voor kiezen. En ontvolg merken op social media die
gevaarlijk voor je zijn. Gelukkig heb ik dat probleem niet, want ik vind het hartstikke leuk om bepaalde merken te volgen, ook voor hun inspirerende beelden. Maar als jij heel snel de neiging hebt om na iedere post iets nieuws te kopen, dan is dat misschien niet zo goed voor je portemonnee. Dus denk daar even goed over na van, wil je wel dat account volgen? Stel je ziet op Instagram leuke producten waarvan je denkt, oh dat wil ik kopen, bewaar het dan. Ik heb een mapje op Instagram waarin ik alles opsla wat ik tegenkom dat ik wellicht in de toekomst wil kopen. Ik koop het dan niet direct, maar als ik het bij wijze van spreken volgende week, volgende maand of wanneer dan ook wil kopen en het is er nog, dan koop ik het. En onthoud, het zijn geen basisbehoeftes, want er is een verschil tussen dingen die je nodig hebt en dingen die je wilt. Heel vaak zijn de dingen die je tegenkomt in advertenties niet per se de dingen die je nodig hebt. Dus ga het bij jezelf na van, is dit echt essentieel in mijn leven? Heb ik het nodig om te kunnen overleven als het ware? Of is het gewoon iets leuks? En 9 van de 10 keer is het gewoon een extra toevoeging. En het is totaal niet erg als je iets leuks wil kopen. Maar spreek met jezelf af hoeveel geld je per week, per maand, per kwartaal, per jaar aan iets mag uitgeven. Deel je budgetten op in bepaalde categorieën. Dus zoveel euro voor kleding, zoveel euro voor interieur, zoveel euro voor eten buiten de deur of eten via thuisbezorg of Uber Eats of noem het maar op. Door budgetten te maken ben je veel meer bewust waar je je geld aan uitgeeft. En dan heb je ook veel minder snel de neiging om impulsaankoop te doen. Want dan heb je met jezelf al afgesproken, oh ik heb zoveel euro maar te besteden aan kleding en niet meer. Er zijn heel veel mensen die gaan shoppen wanneer ze zich vervelen. En dan voornamelijk online shoppen, want je gaat een beetje scrollen en denk je, oh dat is leuk, dit koop ik omdat ik het toevallig heb gezien. Als je je echt verveelt, ga dan wat anders doen waar je geen geld aan uit hoeft te geven. Want wat ik altijd tegen mezelf zeg, als ik het niet heb gezien, dan wil ik het ook niet. Zo simpel is het. Vroeger, toen we nog vrij naar de winkels mochten, toen kocht ik echt ontzettend veel. En als ik dan thuis kwam met al mijn shoptassen, dacht ik echt van, wat heb ik zojuist gekocht? Oh, ik wist niet eens dat ik dit had gehaald. Bladibla. Dat wil je gewoon voorkomen. Je wilt niet denken van, oh ja, dit had ik besteld. Ja, je moet gewoon heel erg enthousiast zijn over je aankoop. Je moet er waarde aan hechten van, wat heeft dit item voor toegevoegde waarde in mijn huidige leven? Ik koop ook regelmatig nieuwe kleding, omdat ik me goed voel in nieuwe kleding. Ik voel me een beetje zo van een nieuw persoon. Helemaal als je elke dag bijna hetzelfde draagt, omdat je de hele tijd thuis zit, is het juist fijn om jezelf die zelfvertrouwen boost te geven en zo. Dus dat is zeg maar de waarde die ik haal uit nieuwe kleding kopen. En wat ik eigenlijk met deze hele video wil zeggen, denk goed na voordat je een aankoop doet. En het is niet erg om geld uit te geven. Je mag je hardverdiende geld echt wel uitgeven. Maar ik heb ook wel eens dat ik gewoon spijt heb van een aankoop. En dat ik, oh, ik had dat geld aan iets anders aan kunnen geven. Iedereen heeft zijn eigen levensstijl. Iedereen heeft zijn eigen behoeftes. Iedereen heeft een eigen manier van met geld omgaan. Denk goed na over je aankoop. Laat je emoties niet bepalen. En weet wat de waarde van jouw aankoop is. Ik hoop dat je iets aan deze tips hebt gehad. Mocht je zelf nog tips hebben, laat het dan vooral hierom in de reacties achter. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. En hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!